Kijk naar het tweede journaal, dames en heren. Dat doen we iets later dan gepland, namelijk om zowat 9 minuten over 11. Nu het kunstmagazine Het Gerucht. 1987 wordt het Le Corbusier-jaar. En het huis De Populieren in Wilrijk is het enige door Le Corbusier ontworpen huis in België. Gebouwd voor en bewoond door kunstschilder René Guillette. Daarover straks een reportage en de commentaar in deze reportage bestaat hoofdzakelijk uit de eigen woorden van Guillette. Het Guillette-huis dus straks, maar eerst laat het gerucht ons kennismaken met decorbouwer Alexandre Tronnerre.